Kenny Steppe, 2-0 hier op het veld van Sporting Lokeren. Ja, niet onze beste wedstrijd, denk ik. Hè? Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat het jammer is dat er in de eerste helft iets te weinig spelers op niveau zijn. En, inclusief ik natuurlijk, met die 1-0. Dat is jammer dat we iets moeilijk in de wedstrijd zitten en dat ik dan een individueel foutje maak en dat we zo op achterstand komen. Oké, dat mag niet gebeuren, maar... Ja. そうですね、まあ、前半から結構、まあ、相手がプレッシャーかけてくるっていうところは、まあ、予想はしていた中で、なかなかこう自分たちも縦につけるところでミスが出たりとか、ラストパスのところでミスが出たりっていうところは、まあ、多かったんで、まあ、後半自分が入りましたけど、まあ、しっかりこう、まあ、チャンスメイクするっていうところは意識して、まあ、何回かチャンスになりましたけど、やっぱり、まあ、そこを決め切りたかったっていうところが、まあ、正直なところで、まあ、1-1にできていればまた流れも違ったので、まあ、そこは、まあ、悔いが残る試合だったと思います。はい。Ja, misschien een goede wedstrijd, maar misschien ook wel een portie pech. Ja, jouw foutje tussen haakjes. Een paar kansen die op de paal of op de keeper eindigen. Ja, pech. Ja, pech. Eerste helft denk ik niet veel pech. Denk ik eerste helft te weinig mentale overgave. De trainer had er nogthans op gehamerd dat het zeker geen makkelijke wedstrijd ging zijn. Omdat je zag dat de Lokeren in de laatste wedstrijden misschien niet heel veel punten raapten, maar wel... Ja, de tegenstrijders zeer moeilijk maakte. Dus we wisten dat dit zeer moeilijk ging worden. Nu, de tweede helft, zoals gezegd, die bal van Roman op de paal. Na 50 seconden al, denk ik, als ze die scoren en snel 1-1 maken, denk ik zelfs dat we hier nog kunnen winnen, want dan krijgen we een mentale boost. Ik denk dat we nadien een beetje te veel weer in het ritme van de eerste helft komen, dat iets te slordig is. En, te overhaast misschien en dan slikken we nog die 2-0. Maar しっかり切り替えることだと思うんで、またすぐ試合はありますし、まあ僕自身も、まあチームとしてもしっかりいい準備をして、まあ次は一つになって戦って、勝ち進めるように頑張りたいと思います。